Rijnmond Actueel. Elke werkdag van 6 tot 7 uur 's avonds. Annemarie Sibrand, die hebben we aan de lijn. Goedenavond, Annemarie. Hey, goedenavond, Monique. Hoi. Ik begreep dat jij binnenkort weer start met een workshop Mozaïek voor mensen met een GGZ-achtergrond. En dat ga je doen in het cultuurhuis Heemskerk. Doe je dit al lang, Annemarie? Ik heb het Mozaïeken doe ik al 22 jaar. En hier bij het cultuurhuis ben ik denk ik 3/4 jaar actief. En dit cultuurkracht zijn we afgelopen seizoen opgestart en starten nu weer een nieuwe serie. Voor mensen met een GGZ-achtergrond is het heel erg uitnodigend en inspirerend om juist met kunst bezig te zijn. Nieuwe technieken aan te leren en eigenlijk je ook te laten verrassen door andere kunstenaars. En in dit geval Gaudi, maar je hebt ook Marokkaanse stijl, mozaïek of van Ravenna, van alles. En dat je dan aan de gang gaat met je eigen ontwerp en je eigen stijl gaat ontdekken. We gaan 4 keer met mozaïeken bezig, dat je echt een totaal werkstuk hebt. Mm-hmm. 4 lessen. 2 lessen gaan we besteden aan keramiek en 2 lessen aan collages maken. Maar er is nog een stukje samenwerking met de bibliotheek bij. Ja. En we hopen dat we met elkaar kijken welke gedichten ons ook gaan inspireren om aan de slag te gaan. Dus de bibliotheek hebben we gevraagd om met een voorstel te komen. Volgende week donderdag is de aftrap. Mm-hmm. Het is dan tussen 11 en 1, dus je bent 2 uur actief. Tussendoor ik even een pauze. Het is een serie van 8 bijeenkomsten. Mm-hmm. En je kan de informatie vinden op het cultuurhuis.nl, zeg maar even. Hè. En als je aanmeldt, zal er ook even een kennismakingsgesprek zijn voordat je gaat starten. Nou, volgens mij hebben we allerlei aspecten belicht. Wie zin heeft om mee te doen en je hebt nog een mooi stukje servies in huis wat je leuk vindt om te verwerken, neem het mee, want dat maakt het hartstikke eigen en leuk. Rijnmond Actueel. Elke werkdag van 6 tot 7 uur 's avonds.